Wat is er nu mooier dan je eigen ontwerp terugzien tijdens de jurkenparade op Prinsjesdag? Het is de droom van iedere jonge ontwerper. Publiciteit, heel veel publiciteit. Deze studenten van het ROC Rijn-IJssel in Arnhem is het gelukt, omdat hun ROC de eerste was die gereageerd heeft op een oproep van de MBO-raad. Een select gezelschap van studenten mocht de Prinsjesdag-outfit van staatssecretaris Van Bijsterveld van Onderwijs ontwerpen. Ik vond het een hele leuke opdracht. We hadden in het begin wel een beetje zoiets van, ja, in hoeverre wordt er daar gekeken dan? In hoeverre moet het dan strak binnen de lijntjes? Maar het is op een hele chique en elegante manier toch heel erg leuk gemaakt. Ik vond het leuk, maar ik wist niet echt wat ik moest verwachten of zo. Ik wist ook niet precies wie het was. Dus. Het pakje van de staatssecretaris is gemaakt van tweedehands kledingstukken van de markt. De staatssecretaris is trots als een pauw op de vakkundigheid van haar mbo-studenten. Ze heeft de studenten de vrije hand gegeven om voor haar dit jaar iets heel bijzonders te maken. Toen dacht ik wel, oh jee, het is wel spannend, want ja, Prinsjesdag is maar eens in het jaar. Maar goed, ik had eigenlijk toch al vrij snel het idee, gewoon ook de serieusheid die ze uitstraalde, professionaliteit. Dat ik denk, nou, dat moet wel wat worden. Ik vind gewoon dat eigenlijk nog veel meer in Nederland zichtbaar mag worden hoeveel excellentie er zit in het mbo en wat zij tot stand brengen. En dat zij natuurlijk eigenlijk gewoon de basis van onze economie vormen. En daarop voortbouwend heel veel jongeren nog veel meer waar maken dan dat alleen. De studenten zijn erg zenuwachtig, want je weet natuurlijk nooit of de staatssecretaris wel tevreden is. Niet alleen tientallen camera's, maar ook de ogen van de koningin zullen gericht zijn op hun ontwerp. Het was beter eigenlijk dan ik had verwacht. Ja. Ik had nog wel een beetje de angst van zal het passen of niet. Of zal daar misschien nog te veel ruimte zitten, maar het was wel goed. Ja, het is natuurlijk wel leuk als iemand tevreden is met het ontwerp wat jij hebt gemaakt. Iedereen is enthousiast en de jurk zit als gegoten. Ik ben gewoon heel trots op het middelbaar beroepsonderwijs en de jongeren die daar les krijgen. En die trots, ja, die draag ik vandaag letterlijk uit.